Op de Holland Boulevard kunnen passagiers genieten van al het moois dat Nederland te bieden heeft. Schiphol TV brengt wekelijks een bezoekje aan de highlights op de boulevard. Deze keer de bibliotheek. In de Airport Library kunnen passagiers boeken lezen in 29 verschillende talen. Nou, de bibliotheek is bedoeld om reizigers kennis te laten maken met de Nederlandse kunst en cultuur. Dus we hebben hier boeken over Nederlandse kunst en cultuur, boeken over Nederlandse architectuur, Nederlandse schilders, Nederlandse fotografen, Nederlandse designers. We hebben ook boeken van Nederlandse schrijvers, dat zijn in die kast achter, maar die grote kasten. Dat zijn boeken van Nederlandse schrijvers vertaald in 29 talen. 得到了越来越多的名称, 盲人, 得到了越来越多的权利. 他如此漫游, 如此像回声呼喊, 回答他以海鸥的尖叫. I like this poem, and I think the translation is also very nice. Yeah, yeah. Bibliotheken zijn tegenwoordig niet alleen maar boeken, maar ook andere dingen. Dus we hebben ook iPads waarop je filmpjes kan bekijken over Nederlandse kunstenaars of Nederlandse schilders. En waarop je kan luisteren naar Nederlandse muziek. Naar muziek van Nederlandse artiesten of uitgevoerd door Nederlandse klassieke muzici. Maar juist de boeken van Nederlandse fotografen of boeken over Nederlandse designers. Een heel mooi boek van Piet Hein Eek bijvoorbeeld is al gesneuveld gewoon door het vele bladeren erin. Die zijn heel erg populair. En de boeken van Nederlandse schrijvers, die vind je ook steeds. Moet je ook steeds opruimen. Nou, dit boek bijvoorbeeld, van Gerbrand Bakker. Dat hebben we nog niet zo heel erg lang en dat is al heel erg, staat al tamelijk beduimeld in de kast. De Airport Library is pas 4 maanden open en nu al uitgeroepen tot beste nieuwe luchthavenvoorziening. De bibliotheek is het hele jaar door 24 uur per dag geopend.